Dankjewel. Moeras is een schakel in de vegetatiezonering binnen het afwateringssysteem van een meer natuurlijk. Dat is een zonering die loopt helemaal van het bos en het hoogveen op de waterscheiding tot en met het open water van het meer zelf. Er zijn in de literatuur een heleboel van dit soort schema's te vinden die zonering aangeven. Dit is een ruime, brede interpretatie van wat hier heet coastal wetlands, inclusief moerasbos en waterplanten. In de praktijk in Nederland bedoelen we vaak de vegetatie van meerjarige kruidachtige oeverplanten die boven water uitsteken, maar die minstens een deel van het jaar met hun wortels onder water staan. Bijvoorbeeld riet. We hebben het vaak over helofytenmoeras of overstromingsgrasland, in de BHGW bijvoorbeeld. Dat zijn twee vegetatieklassen die elk weer uit meerdere vegetatietypen kunnen bestaan. De aanwezigheid van moeras voegt dus diversiteit toe. En niet alleen in de vorm van habitats en plantensoorten, maar ook via de daarbij behorende fauna, zoals hier insecten en vogels. In een compleet systeem, inclusief die moerassen, komt driekwart van de soorten uitsluitend in die moeraszones en de waterplantenzone samen voor. Wat heb je dan aan die diversiteit? Nou, dat is een doel op zich natuurlijk onder de kaderrichtlijn water in Natura 2000. Op het linkerplaatje zie je een grafiek waarin staat hoe de KW-scores van de maatlatten toenemen met de bedekking van in dit geval waterplanten. Maar daarnaast is het zo dat de diversiteit meer veerkracht en weerstand aan het systeem geeft. Via de wat dan heet redundancy, hier staan de 7 principes van veerkracht van het Stockholm Resilience Center, waarvan de eerste diversiteit is. En redundancy, overtalligheid, betekent dat er meerdere soorten kunnen zijn die eenzelfde functie vervullen in het systeem. Waardoor als er eentje wegvalt, niet de functionaliteit van het systeem onderuit gaat. In dit geval wordt connectiviteit. Connectiviteit is het tweede principe vanuit Stockholm aangegeven door de pijldynamiek. Moeras wordt bereikbaar voor aquatische organismen vanuit het meer als het water hoog staat van nature in het voorjaar. En dan verschijnen er nog meer soorten die een combinatie van habitats nodig hebben om hun seizoens- en levenscyclus in verschillende deelsystemen te vervullen. En bovendien blijft het moeras op peil, door dynamisch peil, omdat de verlanding wordt tegengegaan bij de hoogwaterstanden in het voorjaar. Als dat niet gebeurt, verandert het moeras in bos en verdwijnt bij gefixeerd peil het moeras op de duur. Voor water in het rivierengebied en de delta moet je dan denken aan een amplitude binnen het seizoen van iets van 1,5 meter. In waterstandfluctuaties, met dat hoge water met name in de winter en in het voorjaar. Daarbij is het nog zo dat er de grootste diversiteit ontstaat als er daarnaast ook verschillen tussen jaren optreden. Toch is in Nederland bij de meren vaak die seizoensdynamiek vaak de beperkende factor, omdat die in veel gevallen nagenoeg ontbreekt of zelfs tegengesteld wordt. Behalve diversiteit levert moeras ook productie. Die is hoger dan in de andere zones en vergelijkbaar met de meest productieve systemen in de wereld, zoals tropisch regenwoud, zoals je in het linkerplaatje ziet. En als de dynamiek van een meersysteem groot genoeg is, de pijldynamiek, dan voedt die productie ook het meer. Bij geatrofieerde systemen, zoals we nog steeds veel hebben, is dat natuurlijk minder interessant, maar met het toenemende succes van de aanpak van uitrofiering wordt dat steeds belangrijker. Bijvoorbeeld om bij afname van fosfaat aanvoer toch de visproductie op peil te houden. Op die manier kun je voeding vanuit de randen van de meren handhaven. Als de mogelijkheden voor dynamiek via peil beperkt zijn, dan zijn er toch wel een paar opties als je wil gaan inrichten. In grote systemen kun je bijvoorbeeld bij moerasaanleg buitendijks gebruik maken van de dynamiek van wind via pijlopzet, zoals hier bij de Makkewadden gebeurt.
Of je kan contact leggen met kleinere binnendijkse gebiedjes waar een eigen pijl mogelijk is, zoals hier bij de Koopmanspolder. Maar voor een divers, veerkrachtig en toch ook productief systeem moet het areaal van dat moeras waterplantenzone wel heel groot zijn, liefst de orde grootte van de helft van het meeroppervlak. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheden te verkennen om buitendijkse moerasaanleg te combineren met het aantakken van grotere binnendijkse moerassen, zoals hier de Oostvaardersplassen in het Nationaal Park Nieuwland in Wording. En soms kunnen daarbij ook andere systeemdiensten worden geleverd, zoals bij buitendijkse ontwikkeling, kustbescherming, zoals hier gepoogd wordt bij de oeverdijk onder Hoorn. En daar wil ik gezien de tijd mee sluiten. Dank je, Wiert.